Ja, ik heb al die reacties gezien, ja. Op dat verhaaltje van mij over het kabinet. En dan wordt er gezegd, ja maar Harry, je loopt maar wat. Je zit gewoon uit je nek te zwammen en hou op en ga wat anders doen. En ik heb geen zin meer om al die onzin van jou aan te horen en noem het allemaal maar op. En dat is het dan. Maar mag ik dan even opwijzen hoe vaak ik, zeker de afgelopen half jaar en misschien wel langer, heb staan roeptoeteren hier als de strandwachter. Dat was ik. Ik was de strandwachter. En ik heb de hele tijd voor jullie het gevaar in de gaten gehouden. En geroepen, kijk uit. En ik heb gewaarschuwd. Keer op keer op keer op keer gewaarschuwd voor het gedrag. Kijk uit, want dat gaat dus fout. Nou, en waar zijn we nu dan? Inderdaad, nu zitten we in het is fout. Inderdaad. En dat komt door, inderdaad, het gedrag. Daar heeft het allemaal mee te maken. Maar dat niet alleen. Twee componenten zijn er. Die zijn van belang. A, de maatregelen van het kabinet. Waren die duidelijk genoeg? En B, het gedrag van de Nederlanders. Kabinet begint met te vrijblijvend. En jongens, wij gaan ervan uit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Nou, dat kun je dus vergeten in Nederland. Want dat doen Nederlanders niet. Want Nederlanders die denken, oh wacht even, hier zit een gaatje, daar zit een gaatje, daar kan ik en daar kan ik nog dit. En hup, die gaan volkomen hun eigen gang. Geen strakke leiding en Nederlanders pakken gelijk de hele hand. En zo is het gegaan. Ja, maar ik proef dus gewoon overal en ook uit al die reacties, proef ik gewoon weer toch verdeeldheid. Er is toch niet die saamhorigheid die ik graag zou willen zien. Het is toch weer een beetje ieder voor zich en God voor ons allen. Heb je bijvoorbeeld die mensen gehoord daarbuiten bij Rutte? Die staan daar te protesteren. Hey, volkomen kierenwiet. Maar ja, daar heb je wel mee te maken. En die zitten ook weer stemming te schoppen overal in Nederland. En komen weer met verwarde berichten. Enzovoort, enzovoort. Katja Schuurman, heb je die gelezen? Die begint ook van, ja, maar ik ben het niet eens met de maatregelen. Nee, want weet je waar ik ziek van word? Ik word ziek van eenzaamheid. Of ik word er ziek van als het slecht gaat met mijn bedrijf. Of ik word ziek van de spanning van het thuiszitten. Daar heeft die Katja Schuurman het over. Hey, Katja! Zij wordt ziek van dat soort dingen. Maar ik word ziek van mensen die dat soort dingen beweren. En niet met iedereen mee proberen te denken om dit virus eronder te krijgen. Nou jongens, ja, luister eens even goed. Ik heb natuurlijk ook de oplossing niet. Nee, natuurlijk niet. Alleen nu is het zo dat Nederland moet op de blaren zitten voor het gedrag en voor het beleid van het kabinet. Daar zijn we nu aangeland. En er is even niks anders. En dat moest me even van het hart.